Met mijn ouders ging ik vaak naar het Watermuseum of naar Nemo in Amsterdam. En alle experimentele proefjes vond ik altijd super interessant om te zien. Ik doe onderzoek in het vakgebied natuurkunde en dan specifiek naar kwantumelektronica. Kwantumelektronica vindt zich plaats op de hele kleine schaal. Dus we kijken naar elektronische circuits die normaal gesproken in je telefoon zitten of in je computer, maar dan op veel kleinere schaal. Het gaat over nanometers en een nanometer is eigenlijk wat een tennisbal ten opzichte van de aarde is. Dat is een nanometer ten opzichte van die tennisbal, dus heel erg klein. Ik ben Femke Wipmans, ik ben 25 jaar en ik doe mijn PhD op de Universiteit Twente. Ik doe dit onderzoek door samples te fabriceren en deze samples die maken we in een cleanroom. Nadat we het sample hebben gemaakt, gaan we er elektronische metingen op doen om te kijken wat we eigenlijk hebben gemaakt. Een sample bestaat uit een nanodraad en een nanodraad is 1000 keer kleiner dan een mensenhaar. Daar brengen we contacten op aan van metaal en op die metalen contacten kunnen we een stroom toepassen en dan kunnen we het voltage kunnen we meten. De metingen die ik doe wil je soms ook theoretisch kunnen onderbouwen, dus we maken ook modellen om te kunnen kijken of we onze experimenten kunnen vergelijken met de theorie. Dit onderzoek is belangrijk omdat we uiteindelijk hier misschien een bouwsteen voor kunnen maken voor een kwantumcomputer. En een kwantumcomputer kan hele ingewikkelde problemen oplossen die we met een normale computer niet kunnen oplossen. Zoals hoe kunnen we op de meest efficiënte manier medicijnen op een specifieke plek in het lichaam brengen. Mijn onderzoek over nanodraden voor in een kwantumcomputer is geslaagd als ik trots kan terugkijken op wat ik in 4 jaar heb bereikt.